Hallo allemaal, Lars Daniels hier van Persijn. Ik ga jullie even bijpraten over een panelproeverij van een tijdje terug. Waarin we twee thema's op tafel hadden staan eigenlijk. Oostenrijks wit is een groot thema, maar dan met uitzondering van Grüne Veltliner. Die hebben we recentelijk nog allemaal geproefd en beoordeeld. Dus die hebben we eventjes te buiten gelaten. Ja, dan krijg je natuurlijk veel Riesling ingestuurd, want de Riesling is een belangrijke druif in Oostenrijk. Maar ook heel veel Burgunder sorten en die komen zo wel eventjes aan bod. Verder hadden we Pinot Noir uit Europa op de proeftafel staan, maar dan buiten de Bourgogne. De Bourgogne hebben we ook recentelijk besproken. Chardonnay zit ook in dat thema, maar ik heb er drie Pinot Noirs uit gehaald. Dus die gaan we eventjes langslopen. Ja, Oostenrijk met uitzondering van de Grüne Veltliner, dan hou je nog een heleboel over natuurlijk. Hè. Witte wijnen gaat het over uit Oostenrijk. Natuurlijk een heleboel aromatische druivenrassen die er staan aangeplant. Een heleboel bijzondere dingen ook wel. Zoals Roter Veltliner en Neuburger en dat soort dingen. Maar dat is allemaal heel beperkt. Het zijn vooral de Burgunder sorten die het er ook goed doen. En dan ga je vooral al naar Burgenland. Deze wijn bijvoorbeeld komt van Kracher. Kracher is natuurlijk een producent die zit aan de Neusiedlerzee. Is bekend om zijn zoete wijnen, wereldberoemd zelfs, om zijn edelzoete wijnen. Dus de wijnen die worden gemaakt van druiven die door botrytis zijn aangetast. Allemaal schitterende auslezers, berenauslezers, trokkenberenauslezers van een aantal verschillende druiven, wel Riesling, Chardonnay. Maar hij maakt ook hele mooie niet zoete wijn, droge wijn. En deze is van Pinot Gris 2018. Slechts 12,5% alcohol. Maar echt een prachtige wijn. Het is heel bourgondisch kwam het over. Dus het heeft een klein beetje mooi hout gehad. Best wel rijk. Maar ook wel mineralig, als ik dat woord überhaupt mag gebruiken. De smaak was sappig, niet zwaar. Hele mooie precisie. Echt wel dat Oostenrijkse erin. Mooie, zuivere wijn. Met een goede balans. En dit wordt verkocht in België door bottleneck.be. In prijskategorie 6, om precies te zijn, voor €12,85. Dan heb je echt een hele mooie wijn. En een aparte wijn natuurlijk van een producent die eigenlijk veel beroemder is om zijn zoete wijnen. De tweede wijn is ook een Burgunder. En wel een Weissburgunder, dus Pinot Blanc. Van een producent die heet Tinhoff. En dit is de Riet Golden Echt. Dit is een jaargang 2016. Vanaf 2017 of 2018 is het Leiterberg DAC. Want toen is de herkomst als het ware gepromoveerd naar een soort Oostenrijkse appellation contrôlée. Een geweldig mooie wijngaard op dat inmiddels best bekende Leiterkalk. Dat Leitergebirge ligt zo ten noorden van de Neusiedlerzee. Is best gemengd, het bekendste gedeelte ervan. Je hebt wat schist en zo, maar je hebt vooral Leiterkalk. En dat kalksteen geeft natuurlijk een bijzondere finesse aan dit soort wijnen. Zeker van de Burgunder sorten, die houden daar heel erg van. Ja, echt een prachtige wijn die nu heel mooi op dronk aan het komen is. 2016 nogmaals, 14% alcohol. Beste wel. Aanvankelijk wat neutraal nog in de geur, een beetje kweepeer, citrus, kruidig. He, het gaat echt een beetje richting Chardonnay dit. En dan komt hij in mooie hartigheid door, goede zuren. Het is intens en heeft echt beduidende lengte. Het wordt verkocht door Berghorst en Boswijnen in prijskategorie 9. Dus zit tussen de 30 en €50. Dat is natuurlijk een serieuze prijs. Maar het is ook echt een hele goede wijn, moet ik zeggen. Echt een prachtig visitekaartje van Weissburgunder in in Oostenrijk. Dan gaan we naar de Pinot Noirs. En dat was een hele gemengde, een hele mixed bag was het wat op tafel stond. We hadden onder andere deze wijn uit Oostenrijk ook. Uit Niederösterreich, uit een gebied wat het ligt ten noordoosten van het Kamptaal. De producent heet Gruber Russitsch. Het dorpje heet ook Rosic. En dit is de Pinot Noir Black Vintage 2015. Dat heb ik geprobeerd op te zoeken, maar waarom dat black is, weet ik niet. Het is in ieder geval een hele goede wijn. Het is een beetje zwoel, kruidig, zoete kersen, een beetje peperkoek. Echt typische
ja, rijpe Pinot Noir geuren. Opwekkend in de smaak, frisse zuren. En ja, genoeg vulling, mooie elegantie. Het wordt verkocht door Vinites in prijskategorie 9. Dus weer tussen de 30 en 50 euro. Maar goed, Pinot Noir, serieuze Pinot Noir, daar betaal je natuurlijk voor. Vervolgens gaan we naar een gebied wat ik natuurlijk heel goed ken en wat dat een beetje thuiskomen voor mij is. Dus ook al wordt er dan blind geproefd met het panel, dit haal ik uit duizenden echt wel uit. Dit is een Spätburgunder uit de Aar 2017 van Weingut Burggarten. En dit is de dorpswijn Walportsheimer. Walportsheim is ja, met de wijngaarden Kreuterberg bijvoorbeeld. Misschien wel het beste wijndorp van de hele Aar. Dat stukje is in ieder geval heel erg beroemd. Je hebt nog mooie oude terrassen. En daar komen ongelooflijk goede wijnen vandaan. Die pallen op het zuiden. Dus een hele mooie, gunstige plek voor Spätburgunder. Burggarten zelf zit wat verder stroomafwaarts. In Heppingen, als ik het goed heb. Of Heimersheim. Even kijken. Heppingen zitten ze. En het is een bedrijf dat enorm... veel beter is geworden naar mijn mening de afgelopen jaren. Ze hebben, zoals andere producenten ook, zoals Aardnooi bijvoorbeeld ook, is het allemaal wat minder rijk en alcoholisch geworden. Ze zijn echt eerder gaan oogsten, nemen wat minder extract. Het hout wordt wat subtieler gebruikt. Ja, dan krijg je echt geweldige wijnen. Deze 2017 kwam er iets hoger uit, of in ieder geval even goed als hun hoogste wijn, de Kreuterberg 2016. Dus dat zegt heel wat, of de Zonneberg geloof ik stond toch ook. Prachtige wijn, ja, heel herkenbaar voor mij. Kerst, salmiak, beetje kruidig. Prachtig zoet zuur, mooi intens. Best wel elegant, goede lengte, een beetje rokerig. Ja, prachtige wijn. Verkocht door Horizon Wines, Ovino, voor €27,50. En tenslotte gaan we naar Frankrijk, want er stond natuurlijk ook wel wat Franse Pinot Noir op tafel. Het mocht dan wel niet uit de Bourgogne komen, maar Sancerre is eigenlijk bijna Bourgogne. Ik ben er laatst nog geweest en dan merk je echt dat Sancerre eigenlijk meer Bourgogne is dan Loire. Dat heeft er ook mee te maken dat Sancerre van oorsprong een gebied is voor Pinot Noir. Hè. Totdat Phylloxera daar de boel helemaal verpestte en de wijngaarden vernietigde, stond er bijna alleen maar Pinot Noir aangeplant. En pas bij het herplanten ging men steeds meer voor Sauvignon Blanc, waarom het nu vooral bekend is. Maar er wordt hele goede Pinot Noir gemaakt, zoals door Paul Prieur. Ja, die zit op de Route des Mondanais. Daar moet je maar eens naartoe, dat is echt prachtig. In het dorpje Verdigny. Deze cuvée heet Le Pichon. 2016, echt een prachtige wijn vonden wij allemaal. Zwarte kersen, zoeter, kruidig, weet je dat five spice, iets pittiger. En fruitiger dan die aardwijn. Intens, donker ook, stevige tannine, echt nog heel veel toekomst. Verkocht door kwastwijnkopers, ook weer in prijskategorie 9, dus tussen de 30 en 50 euro. Een schitterend glas wijn met echt nog een paar jaar te goed zeker. Nou, mooie proeverij weer en ik zou zeggen, zoek ze eens op deze wijn. Ze komen binnenkort natuurlijk in het blad staan. Proost!